Nou, ik denk ik zal de puntjes even nakijken. Hier zo. Maar ik zie altijd een autootje heen en weer rijden. Ik denk dat is van de gemeente. Bekend gezicht. Ik weet niet waarvoor ze kijken. Hier kijkt hij ook nog richting mijn huis zo van. Even kijken wat wel goed is. Ja. Ik weet ook niet. Ja, de vorige keer toen hij voor mijn huis stond te filmen, die man van de gemeente, toen ben ik naar buiten gegaan. Ik zeg, mama, wat ben je aan het doen? Ja, er staan te veel bloemen. Ik zeg, wat? Te veel bloemen, dat meen je, ja. Ik zeg, nou, laat maar lekker staan. Nee, dat is, je moet een strakke tuin hebben, net zoals de rest van de mensen. Nou, het putje is weer helemaal mooi schoongespoeld. Of in ieder geval, er zit weer water in, de meesten waren droog. Ik wou eigenlijk niet filmen, maar dat kwam omdat ik dat wagentje zag met de gemeente. Vorige keer kwam hij op de fiets, nu komt hij in het autootje. Ik vind het verdacht, ik vind het gewoon verdacht. Volgens mij hebben ze wat tegen mij. Ja, ik heb ook wat tegen hun hoor, dus dat mogen ze best weten. Dat weten ze al lang natuurlijk. Maar. Sinds die man met die baard aan de gang is, hè? In die grot, nou, poeh. Toen, nee. Ja, ik kijk het even voor de zekerheid. Het heeft vannacht keihard geregend. Gelukkig, want hierachter zit een hank en er lagen een paar karpers op apengapen. Dus dan kan ik ze weer een tijdje in de gaten houden. Dus ja, je ziet het, of je hoort het. Het is echt weer zo'n actief dagje in de lucht. Nou ja, achter de wolkjes zijn de streepjes. Doedeldokie.